FNV gaat veel meer loon eisen en die loonkosten waren al zo hoog. De vakbond zet bij de CAO-onderhandelingen voor komend jaar in op 7% loonsverhoging. Bovendien willen ze het minimumloon verhogen tot 16 euro en er moet een vierdaagse werkweek komen. Goedemiddag, Zakaria Bouvangasia, vicevoorzitter en CAO-coördinator van de FNV. Een hele goede middag. Dat is een flink wensenlijstje, maar u hoorde net ook al hier in het nieuws op BNR. De werkgevers vinden het niet realistisch. Nee, maar dat verbaast me ook niet. Ik heb helaas in tijden niet de werkgevers enthousiast gehoord over onze inzet. Mm-hmm. Terwijl als onze inzet er niet zou zijn, dan zouden vele werkenden, werknemers nu te maken hebben met een forse koopkrachtdaling. En dankzij de inzet van het afgelopen jaar hebben we ervoor gezorgd dat de lonen weer op peil zijn. En nu is het juist tijd ook weer voor koopkrachtverbetering, zodat mensen meer kunnen uitgeven. Ja. En volgens mij is dat ook weer goed voor werkgevers en de economie. Ja, maar u vroeg aan begin of Prinsjesdag een jaar geleden voor dit jaar 14%. Hoeveel is er uitgekomen bij de vorige onderhandelingen? Nee, wij vroegen vorig jaar een bandbreedte van tussen de 5% en 14%. Omdat dat ongeveer achterstand was waar lonen mee te maken hadden door de torenhoge inflatie. Nou, we kunnen nu met heel veel trots constateren dat de meeste werknemers de inflatieachterstand volledig gerepareerd hebben gezien. En nu moeten we vooruitkijken. En dat betekent dat we ook weer moeten gaan wennen aan het verbeteren van de koopkracht. Dus niet alleen de koopkrachtbehoud, maar ook koopkrachtverbetering. Zodat mensen ook meer kunnen besteden met hun inkomen. Ja, maar toch zet FNV in op 7%. CNV, andere vakbond, op 3,5 tot 6%. Van waar dat verschil? Nou, dat moet u vooral aan de CNV vragen als het gaat over hun inzet. Ik kan u vooral uitleggen waar onze inzet op gebaseerd is. En dat is namelijk gebaseerd op de te verwachte inflatie. Dat is ongeveer 3 tot 3,5%. En zoals ik zei, daarboven vinden we dat we na jarenlang enkel strijden voor het repareren van de koopkracht. Dat we nu ook moeten gaan realiseren dat de koopkracht erop vooruit gaat. En die achterstand willen wij compenseren in het komend jaar. Ook omdat we zien dat er heel veel loonruimte is als we kijken naar de winstontwikkeling van de afgelopen jaren, de economische groei. Het deel wat we verdienen, dat gaat steeds minder naar factor arbeid, even klassiek gesteld. Dus er is ruimte in de economie om die koopkracht fors te verbeteren. Ja, en dus bovenop de inflatie van ongeveer 3,5% hebben wij een koopkrachtverbeteringsinzet van ook 3,5%. Nee, maar meneer, en dat bij elkaar brengt ons looneis tot 7%. Ja, maar meneer Bouvangasia, veel werkgevers, zeker kleinere werkgevers, die houden nu al amper het hoofd boven water. Zeker met die enorme loonstijging van het afgelopen jaar. En dan pleit u bovenop die 7% verhoging ook nog voor een vierdaagse werkweek. Dan denk ik een beetje, sorry hoor, in welke wereld leeft u? Nou, ik leef in de wereld waarin wij ons nu verkeren. Namelijk een wereld waarin we zien dat er sprake is van scheefgroei. Dat we heel veel werknemers zien en spreken die constateren dat ze toch moeilijker rondkomen met hun inkomen. Dat ze steeds minder te besteden hebben. Waar we heel veel arbeidskrachten tekort komen. Nou, we zien ook dat er echt wel voldoende ruimte is, loonruimte in de economie. Ik had het net al over de scheefgroei als het gaat over de winstontwikkeling ten opzichte van de loonontwikkeling. Dus echt nog wel een gat te repareren. En dat maakt dat wij vinden en ook zien dat onze inzet meer dan gerechtvaardigd is. En ook wel noodzakelijk als het gaat over hoe gaan we al die miljoenen burgers met een baan stimuleren om vertrouwen te houden, om hun inkomen uit te gaan geven. En ik denk dat juist ook heel veel ondernemingen daar behoefte aan hebben en daar ook op zitten te wachten. En hoe gaan we de politie vullen en de zorg? Hè? U wilt dat mensen minder gaan werken. Waar blijven de handen aan het bed? Waar blijven de mensen voor de politie? Waar blijven de mensen in het onderwijs? Het laatste wat we moeten doen, en dat is ook het korte termijn denken, is nog meer van mensen vragen. De verzuimcijfers zijn al ontzettend hoog. Mensen moeten al onnodig lange doorwerken. Dat is voor heel veel beroepen en zware fysieke beroepen niet te doen. We zien juist in heel veel voorbeelden en onderzoeken dat het juist getuigd van visie als wij anders gaan werken, als we slimmer gaan werken en juist mensen minder laten werken. We zien dat de verzuimcijfers dan omlaag gaan, dat het arbeidsaanbod daarmee toeneemt, dat de productiviteit verhoogt. En wij denken als FNV juist die vlucht naar voren, dat we op een andere manier moeten kijken naar de arbeidsmarkt, minder van mensen moeten vragen, maar juist het werk slimmer moeten gaan organiseren. En ik denk dat we daar als samenleving uiteindelijk allemaal profijt van zullen hebben. Maar zegt u nu tegen de werkgevers, als ze allemaal iedereen van hun personeel 32 uur laten werken, dan groeit de productiviteit zo dat ze eigenlijk niemand hoeven aan te nemen. Dus de krapte speelt hier zeker geen rol.
Nou, ik durf zeker de stelling aan dat als wij naar een vierdaagse werkweek gaan, met als 32 uur als norm, met behoud van het salaris, dat je veel meer werkplezier gaat zien, veel meer die arbeidsproductiviteit omhoog ziet gaan, dat verzuim, wat erg hoog is in Nederland, waar werkgevers tegenaan lopen, omlaag gaat, en dat je daarmee mensen ook duurzamer inzet behoudt, en dat je daarmee ook productiever werknemersbestand gaat krijgen, en het alleen maar leidt tot een win-win. En niet te vergeten, het gaat niet alleen maar over het belang van de werkgever, maar ook van ons als samenleving. Het is niet zo dat mensen in de tijd dat ze niet hoeven te werken uit hun neus gaan eten. Nee, ze zullen vaak ook maatschappelijk belangrijk werk doen. Als het gaat over opvang van hun eigen kinderen of zorgen voor ouderen of zieken. En dat ontlast dan weer onze kinderopvang en onze mantelzorgsectoren. Dus wij denken dat wij op deze manier, juist door minder te werken, de stap zetten die we echt nodig hebben als arbeidsmarkt, maar nu al veel te veel van mensen gevraagd wordt. Meneer Boufangatje, ik ga ook even minder werken, dus ik ga u bedanken. Want de tijd is om. Zakaria Boufangatje van FNV, dank u wel. We weten in ieder geval zeker dat het voer is voor discussie de komende tijd.